Like deze video sneller dan dat ik in mijn handen klap. Ja! Applausje! Nee, Bob. Dit is best wel raar. Ik stond net op het punt om Broekheffen te spelen toen ik ineens iets hoorde. Nee, Bob. Alleen dat eerste geluid, niet jouw scheetjes. Inderdaad, zo'n geluidje wat je hoort als iemand je een berichtje stuurt. En toen zag ik dit. Broekheffenlover152 zegt Broekheffen. Hem. Maar ik kan mij helemaal niet herinneren dat ik iemand heb toegevoegd als vriend met die naam. Laten we even naar het account gaan. Hè? Inderdaad. Ik ben vrienden met deze speler. Maar ik heb er helemaal niet toegevoegd. En in de bio staat Broekheffen. Wacht, we kunnen hier klikken. 2025. Dat is een getal! Ja, Bob. Er gaan geruchten dat Broekheffen in 2025 wordt verwijderd. Nee. Ja, voor als je het niet weet, ik speel best wel veel Broekheffen. Het is Broekheven! In ieder geval, misschien kan ik het beter vragen. Wie ben jij? Ken ik jou? Ik bedoel, hey, er is iets fout gegaan. Ververs de pagina. Wat? Oké, weet je wat? Ik zeg wel gewoon aangenaam. DutchTuber, wie ben jij? Ik ben benieuwd of we een antwoord... Wacht, wat? Ah, kom op. Ik ben Job. Hoe heet jij? Mag dat wel? Dit is zo raar. Alles verandert in hashtags. Hashtag ik ben cool. Zelfs dat mag wel. Oké, dat mag wel. Oh, wacht. Ze is aan het typen. Ze zegt Broekheffen. Ja, dat weet ik nu wel. Jouw naam, vraagteken. Nou, ik word helemaal gek. Naam, vraagteken. Mag ook niet. Broekheffen, vraagteken. Ze is weer aan het typen. Broekheffen. Zo. Oké, dat is duidelijk. Weet je wat? Ik heb hier geen tijd voor. Broekheffen. Oh my gosh, ik sta bij de span met meerdere spelers tegelijk. Dus je kan me bijna niet zien. Dit is beter. Tijd om even naar de kapper te gaan. Ik begin mijn dag goed. Laten we eens een keer voor blauw gaan. Kijk eens aan. Oeh, smurfijs! Mag ik je haar eten? Hey Bob, wat trouwens best wel gaaf is. Veel mensen weten niet dat hier in het politiebureau, stop, een geheime kamer achter je zit. En moet je opletten, als ik dan nu naar boven ga en ik ga in het matras liggen... Oh, ja... Dan ben ik in de geheime kamer. En daar ligt dan een code. Oh. Oh. Wacht, wat? Oké, ik weet even niet wat daar gebeurde. Daar ligt dan een code. Volgens mij was ik niet de eerste speler hier. En wat je dan kan doen is met die code naar de bioscoop gaan. Oh nee, wacht even. Dan moeten we eerst dit kamertje in. En dan kan je de code hier invullen. 68741. Kijk, en dan speelt er nu een speciale film af. Nou, dit heb ik natuurlijk al een keer laten zien. En dit is best wel een gave film. Het gaat namelijk over de agency. Wacht, wat? Wacht even, ik wil naar de film kijken, maar zit daar nou iemand? Ja, daar zit iemand. Oh. Wacht, wat? Momentje. Dat meen je niet. Een speler is gewoon door het scherm gesprongen? Oké, misschien moet ik maar hetzelfde doen. Let's go. Je moet hier altijd een beetje oppassen voordat je naar beneden valt. Wacht eens even. Broekheven. Met een hartje? Wacht, ik begrijp het niet. Een hartje staat voor liefde. Voor love. En toen zag ik dit. Broekheffenlover152 zegt... Staat hier nog iets achter? Huis 11. Waarom voelt dit als een mislukte speurtocht? Speurtocht? Wat is de prijs? Een taco? Ik doe mee! Nee, Bob. Laat mij dit maar doen. Eens even kijken. 2, 3, 4, 5, 7, 11. We zijn bij huis nummer 11. Wacht even. Broekheffenlover152. Ik heb een berichtje gekregen. Wacht. Ze heeft me gestuurd. Kom binnen. Wacht. Oh nee, waarom is het deze nacht? Het was net nog klaarlichte dag. Oké, weet je wat? Misschien is er niks aan de hand. Misschien wil deze speler gewoon iets vragen. De deur is inderdaad open. Oké, ik zie hier niemand, dus laten we eventjes naar beneden gaan. Wacht, wat? Hoe kan dat? Luister, ik draaide me 1 seconde om, oké? Volgens mij was het 2 seconden hoor. Of misschien... 1 of 2 seconden. En ineens staan hier allerlei lampen. Oké, deze keer draai ik me niet om wanneer ik de trap afloop. Oké, we zijn hier beneden. Oeh, er is pizza. Ik hou van pizza. Maar dit is niet het moment. Hallo? Is daar iemand? Ik begrijp er niks van. Misschien moet ik... Hoe kan dat? Dat was er net niet. Maar wacht even. Zei ik net niet iets over pizza? Oeh, er is pizza. Ik hou van pizza. Misschien is deze speler juist aardig en supersnel. Weet je wat? Dit lijkt mij het juiste moment om weg te gaan en even een eigen huis te kiezen. 2025... Wat? Oké, het zal wel. Ik ga er vandoor. Ik ben een beetje bang geworden. Ik wil me eigenlijk verstoppen. En volgens mij heb ik hier een plek gevonden waar dat kan. Ja, moet je opletten. Als je hier namelijk een matras tegenaan zet. Kijk, perfect. En dit is echt een geheime plek waar alleen de echte Broekheffende fans vanaf weten. Oké, dus hier kan ik even nadenken omdat ik veilig ben. Wacht, wat? Wow! Wat? Ik begrijp het niet. Weet je wat ik doe? Ik kies gewoon een huis hier ver vandaan. Kijk, perfect. Maakt niet uit welke... Snel. Ik vind het serieus een beetje spannend. We gaan naar binnen toe. Deur op slot. En dan ga ik naar de bovenste verdieping. Om even heerlijk een dutje te doen.
Oké, het is weer ochtend. Misschien was dit wel gewoon een gekke droom. Misschien goed om eventjes naar buiten te gaan. Oh. Ah, kijk. De postbezorger is er. Altijd leuk om een pakketje... Daar gaat de bel. Om een pakketje te ontvangen. Oh, man. Eens even kijken. Goeiedag. Wacht eens even. Wat doe jij hier? Wat is er? Oh. Huh? Wacht eens even. Ze wil me de doos geven. Dankjewel. Maar, wat zit erin dan? Wacht. Een gouden playbutton. Dankjewel. Wacht, ze zegt... Broekheaven. Waarom zegt ze dat nou de hele tijd? Is leuk. Broekheaven is leuk. Is dat wat je al die tijd wilde zeggen? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Hè? Hoe kan ze daar ineens staan? Hé, maar wacht even. Wat bedoelde je met 2025 dan? Ik snap het niet. Hé, ik heb nu wel een postauto. Nu kunnen we brieven bezorgen. Of taco's. Ik neem er wel 40. Nee, weet je wat? 50. Brieven, Bob. Maar wat denken jullie? Wilde deze speler mij iets vertellen over de toekomst van Broekheaven? Ja. Dat moet je wel episch zeggen, want het is cool. Of gaat het over iets anders? Nee, nee, ik denk echt dat het gaat over de toekomst van Broekheaven. Sorry. Laten we naar een openbare server gaan. Oké, dit is veel beter. Ik zie iemand op de schommel, speler achter mij. En ik heb een nieuw gratis item gevonden. Wat eigenlijk al een tijd verdwenen is uit Roblox. Alles wat je ervoor nodig hebt, is deze code. En als je dan op enter drukt... Oh my gosh. Zo, moet je kijken. Wow, dat effect is zo cool. Ja, zojuist heb ik te maken gehad met de engste speler ever. En nu ben ik blij met een oude opa als hoed. Nee, maar kijk dan. Ik hou ervan als items een soort van speciaal effect hebben. En oh, het is 6:00 ochtends. Het moment waarop de zon opkomt in Broekheaven. Een mooier moment is er niet. Echt wel, als je de hele dag naar de wc moet en dan zit je eindelijk en heb je... Nee, Bob, veel te veel details. Dat wil ik toch niet weten. Dit is niet het enige item wat ik met jullie wil delen. Maar we maken er een kleine challenge van. Want moet je opletten, als je op een fiets zit en je springt tegen de duikplank aan. Momentje, je moet het echt op de goede manier doen. Kijk, dan kun je heel hoog gaan. En ik wil dus kijken of hetzelfde hiermee kan als wij een wheelie doen. Oké, daar gaan we. Kom op, kom op, kom op, kom op. Dat werkte niet. Oké, vooruit, volgende item. Dit item is misschien nog wel beter. Dit is de code die je nodig hebt. Dan druk je op enter en let op. Zo, moet je kijken. Ja, er komt vuurwerk uit deze bril. Dit is de 2024 bril. En je kan je waarschijnlijk wel raden wanneer deze is uitgekomen. In januari. Januari? Wat is dat? Een soort van saus? Nee, Bob, dat is een maand. In ieder geval januari dus. Het is zo cool dat er items zijn die dit hebben. Oeh, wacht even. Dit is zo'n cool huis. Want hier zijn namelijk geheimen waar weinig spelers vanaf weten. Nou, één daarvan is natuurlijk hier, dat weten jullie wel. Maar wat ik me altijd al heb afgevraagd, is wat hierachter zit. Laten we dat even checken. Wat zit er? Oh my gosh. Zagen jullie dat? Er zit wel iets van een kamer achter. Wauw, zoveel ruimte. En als we dan hier naar boven gaan, en nog een keer naar boven, en nog een keer naar boven. Ja, wat? Dat hoort er ook gewoon bij. Oké, nog één item dan. Dan doen we eerst even deze bril weg. Dit is namelijk het allerlaatste item. En moet je opletten wat je dan krijgt. Dat is zo cool. Dit zijn van die typische sterretjes die je altijd met oud en nieuw hebt. En nogmaals, iedereen kan die codes gratis gebruiken. Dit is trouwens wel echt een hele originele plek. Is trouwens dat grote geheim er nog in het zwembad hier? Laten we dat even checken als je hier een matras tegenaan zet. Want kijk, er zit hier namelijk een geheime ruimte onder. Maar het is best wel lastig. Om er naartoe te kunnen. Ja, het is gelukt. Die ruimte is er nog. En het ziet er nog cooler uit in het donker. Wauw, zo gaaf dat dit soort items er nog zijn. Willen jullie meer spannende Broekheaven video's? Reageer dan ja. Abonneer op mijn YouTube kanaal en adios.